In een feilloos verlopende operatie van ongeveer 3 weken... heeft Rijkswaterstaat het Volkerrak bij Willemstad afgesloten. Eerst werd aan weerskanten van het ruim 600 meter brede gat een landhoofdcaisson geplaatst. 4 sleepboten waren nodig voor deze manoeuvre die de eigenlijke afsluiting van de zeearm inluidde. Het was voor het eerst dat deze oplopende caissons bij een afsluiting gebruikt werden. De toepassing ervan voorkomt grotendeels het optreden van ontgrondingen. Op achtereenvolgende dagen trokken sleepboten één voor één de 12 doorlaatcaissons uit de bouwput waarin ze sedert september 1968 hadden liggen wachten. Ze werden tegen elkaar gelegd en afgezonken op de 40 meter brede drempel van grind en steen die tot op 7 meter onder NAP gestort was. De drijfschotten werden vervolgens weggetrokken opdat het water van op- en neergaand tij vrij heen en terug kon stromen, waardoor ongewenste druk op de caissons vermeden kon worden. Ten slotte bleef er in het midden een gat van ongeveer 50 meter breedte over, bestemd voor het laatste caisson. Evenals bij zijn voorgangers kwamen er ook nu in totaal 7 sleepboten aan te pas. De ruim 45 meter lange en 15 meter brede betonnen doos werd door de kapiteins van de slepers omzichtig naar zijn plaats gebracht. Enkele ogenblikken later begon de slotoperatie, die in het waterloopkundig laboratorium De Voorst in de Noordoostpolder uitgebreid was beproefd met behulp van een schaalmodel. De ingenieurs van Rijkswaterstaat hadden het allemaal perfect berekend. In werkelijkheid ging het precies zo. De sleepboten trokken en duwden het sluitcaisson als een scharnierende deur in het gat. Het hoofd van de Volkerrakwerken, ingenieur Svier, gaf zelf de nodige aanwijzingen. Door de steeds wisselende windkracht, die varieerde van 2 tot 5, bleek de plaatsing van dit laatste caisson het moeilijkst. Maar het ging. Gedurende enkele minuten hielden de sleepboten het caisson op zijn plaats, waarna precies op de kentering van eb en vloed het sein gegeven werd de afsluiters open te draaien. Direct daarop begon het water binnen te stromen en zonk het gevaarte naar de drempel. De dam in het Volkerrak is zoals dat heet een secundaire dam die gereed moet zijn voordat de primaire dam in het Haringvliet wordt voltooid. Hij zal niet alleen dienst doen als waterscheiding, maar ook een zeer belangrijke schakel vormen in de nieuwe autosnelweg tussen Rotterdam en Antwerpen. Het duurde alles bij elkaar ongeveer 7 minuten tot de caisson op zijn plaats lag. Bedankt allemaal en hou een beetje lang de praat vast. De alweer spoedig optredende stroom in de kieren werd beteugeld door tussen stalen netten steen te storten. Met de afsluiting van het Volkerrak zijn de deltawerken weer een stuk vooruitgekomen. Niet alleen voor Rijkswaterstaat, maar eigenlijk voor ons allemaal is er best reden om een beetje trots te zijn.